Dit is wel een heel belangrijk en bijzonder moment. We gaan de McPlant burger voor het eerst eten. Toch is het echt heel rot om te lezen. Ik probeer het van me af te laten glijden, maar toch doet het iets met me. Maar nu mag ik 3 speeltjes weggeven, waaronder 2 voor mensen met een piemel. Ik verwacht vliegende tapijten op een of andere manier. Zo moeilijk is het te doorgronden wat in godsnaam een kat in een mens ziet. Het ziet er niet zo heel lekker uit. Is dit nog goed, Kai? Ik probeer altijd in mijn vlogs, op mijn YouTube-kanaal en ook op mijn andere social media op een hele positieve manier over homoseksualiteit te praten. Ik ben zelf homo, mocht je dat nog niet weten. Het is niet zo dat ik de hele tijd loop te roepen: het is fantastisch om homo te zijn. Nou, zo'n feest is het ook weer niet. Ik probeer wel af en toe heel expliciet te benoemen dat ik het leuk vind om homo te zijn, dat er voordelen zijn aan homo zijn. Ik bedoel eigenlijk niet hetero zijn, dus bi, pan, omni, wat je maar wil, maar ik spreek even voor mezelf, dus ik heb het over homo zijn. Er is namelijk 1 groot voordeel. Er is nog niet zoveel bepaald, vastgesteld. Er zijn nog weinig maatschappelijke verwachtingen van hoe je leven moet inrichten als homo. En dat betekent dat je het grotendeels zelf mag bepalen, dat je zelf een beetje mag kijken. Wil ik kinderen? Wil ik juist een heel burgerlijk, hetero-achtig leven leiden? Of wil ik de rest van mijn leven gaan reizen en heel veel feesten en 80 katten nemen en of iets daartussenin? Dat kun je gewoon doen. Nou, dat kun je als hetero natuurlijk ook doen, maar als hetero is er veel meer maatschappelijke druk om aan een bepaald plaatje te voldoen. Dus die vrijheid is een heerlijk voordeel van homo zijn. En natuurlijk, soms is het ook wel erg veel vrijheid. Het is ook best wel ingewikkeld om dan een pad te kiezen. Maar goed, meestal geniet ik er erg van. Maar vaker dan het zo expliciet benoemen, probeer ik het gewoon te laten zien zonder woorden. Dus ik probeer in mijn vlogs te laten zien dat ik best wel een leuk leven heb als homoman. Dat ik een leuke relatie heb. Dat het heel normaal is. Dat mijn omgeving dat heel normaal vindt. Bijvoorbeeld als Jelle en ik elkaar een kus hebben gegeven en het is gefilmd, dan denk ik in de montage vaak juist van klef. Maar dan vind ik, ik moet het er juist in doen, want mensen moeten dit zien. Dat vind ik bijvoorbeeld ook zo leuk aan de video's van Rutger en Thomas. 2 YouTubers die echt wel video's voor kinderen maken. Maar ze zijn wel een homostel die het heel leuk hebben met elkaar. Die heel lief zijn voor elkaar. Die elkaar ook af en toe een kus geven. En dat gaat zo tussen neus en lippen door dat het hopelijk normaliserend werkt. Je ziet me ook gewoon met mijn homo vriendengroep allemaal leuke dingen doen. Je ziet ook dat ik allemaal hetero vrienden heb die gewoon mij accepteren zoals ik ben. Probeer een beetje zo tussen de regels door te vertellen. Het leven als homo is niet alleen maar kommer en kwel, discriminatie, uitgescholden worden, in elkaar geslagen worden. Dat lijkt misschien namelijk soms zo als je jong bent en je bent niet uit de kast en je worstelt heel erg met je identiteit of met je geaardheid. Dan denk je misschien soms, oh god, wat staat me allemaal te wachten? Maar dan staan je ook heel veel leuke dingen te wachten. En dat probeer ik hier heel bewust te laten zien. Dat valt niet altijd mee, want dat betekent dat ik best wel veel moet weglaten. Dat ik best wel veel keuzes moet maken om dingen niet te benoemen, om het ergens niet over te hebben. Als ik bijvoorbeeld dingen zou bespreken die in het nieuws zijn. Kijk even op nos.nl de laatste berichten over regenboognieuws. Homogenezing wordt niet verboden. Veel scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, maar er valt nog veel te winnen. Homopropagandawet in Rusland. Oh, goed nieuws. Huwelijk tussen dezelfde seksen toegestaan op Aruba en Curaçao. Een nieuwe anti-LHBTI-wet in Rusland. Al dat gedoe rondom het WK en dat regenboogbandje. Homo's in elkaar geslagen bij een ontmoetingsplek met een hockeystick. Tuinman gaat net op dit moment mijn gras maaien. Ook homofobisch. Dat is allemaal nieuws wat ik lees, wat mij raakt, wat indirect over mij gaat. Maar als ik dat allemaal zou gaan bespreken in mijn vlog of zou delen op mijn Instagram, dan wordt het 1 grote slecht nieuwsshow over homoseksualiteit. En dat is dus precies niet wat ik wil. Maar dan zat ik vandaag een beetje door Instagram te scrollen en er was op zich een positief nieuwsbericht over een jongen uit Tiel met de kop. Hij noemt zichzelf niet homo, maar gay, omdat homo een scheldwoord is. En hij wil heel graag een rolmodel zijn voor jongeren die het lastiger hebben met hun geaardheid. Op zich positief nieuws, net als dat homohuwelijk op Aruba en Curaçao. Maar als je dan naar dat nieuwsbericht gaat en je gaat de comments lezen, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Ja, ik probeer mezelf tegen te houden, maar ja, ik hoop dan dat het meevalt. Maar het staat altijd helemaal vol met homofobe drek. En vaak zijn het hele jonge mensen die allemaal dingen zeggen als: ja, je moet ons ook niet zo doodslaan met die homopropaganda. We gaan homo's juist haten omdat het de hele tijd in je gezicht wordt gewreven. Regenboogindoctrinatie. En je moet het eigenlijk niet meer lezen. En je moet die mensen ook niet serieus nemen. En ik weet dat er een meerderheid, nou, ik weet niet, dat er heel veel mensen, de mensen waar het eigenlijk om gaat, er anders over denken. Maar toch is het echt heel rot om te lezen en ik probeer het van me af te laten glijden, maar toch doet het iets met me. Want ja, ik denk dat als je cis-hetero bent, dat het best moeilijk is om je voor te stellen hoe het voelt
om zo 's morgens wakker te worden. En het eerste waarmee je geconfronteerd wordt zijn gewoon allemaal mensen die jou, mij niet willen accepteren zoals ik ben. Alleen maar als ik een beetje onopvallend in een schaduw me heteronormatief gedraag, dan gaat het nog wel. En dat is dan de vooruitgang waar ik blij mee moet zijn. Maar ik moet zeker geen regenboogvlag ophangen. En dat is zo kortzichtig en zo dom van die mensen die dat roepen. Want ja, als ik hier door Hilversum ga fietsen, kom ik misschien 2-3 regenboogvlaggen tegen. Inclusief mijn eigen regenboogvlaggetje in de vensterbank. Als je door Amsterdam loopt, kom je misschien 10 of 20 tegen. En misschien hier en daar een gebrapad. Af en toe een niet-hetero karakter in je favoriete serie. Maar dat staat in geen verhouding tot de totale hetero-indoctrinatie die altijd en overal om ons heen is. Op bushokjes, reclames, altijd een man en een vrouw. In 90% van alle films en series hetero's. In tijdschriften, in muziek, in de meeste kunst, alles is hetero. En ik noem het voor de grap indoctrinatie, want ik weet zeker dat er nooit een homo hetero is geworden door te kijken naar een hetero stel in een of andere romcom. Maar ik weet wel zeker dat er homo's zijn die het lastiger vonden om zichzelf te accepteren, om te laten zien wie ze zijn, doordat ze in een soort heteronormatieve wereld leven. En ik weet zeker dat er ook homo's zijn, ikzelf, die zich dankzij een regenboogvlag welkom voelen en het gevoel krijgen, oh, hier mag ik zijn wie ik ben. En ik weet dat het preken voor eigen parochie is en dat er waarschijnlijk, als het goed is, weinig mensen kijken naar deze vlog die het niet met mij eens zijn. En als je als homofoob naar mijn vlog zit te kijken, dan moet je echt afvragen wat je met je leven aan het doen bent. Maar god, het is, ik wil zo graag dat mijn video's een goede reclame zijn voor homo zijn en jezelf durven zijn en uit de kast durven komen en laten zien wie je bent en trots zijn op die worsteling die je misschien hebt doorgemaakt of aan het doormaken bent of misschien nog moet gaan doormaken. Maar het valt niet altijd mee en ik dacht misschien is het wel goed om dat een keertje te benoemen, dat het het laat me niet onberoerd. Alleen ik probeer het gewoon weg te drukken uit mijn hoofd en uit mijn video's. Goed, wie wil de koffie? We drinken vandaag koffie uit Idjwi, een eiland in het Kivu-meer in het oosten van de Democratische Republiek Congo. En de koffie wordt verbouwd uitsluitend door vrouwelijke boeren. En de smaak is melk, chocolade, honing en rode bessen. Heerlijk. Mocht je het willen proberen, met mijn kortingscode krijg je 50% korting op je eerste 3 bestellingen. Zo, ik heb hem hard gelucht. Ik heb koffie. Lekker. Ik zit nu te overwegen om deze koffie voor het eerst dit jaar, voor het eerst sinds de zomer, buiten op mijn bankje te gaan opdrinken. Dit is wel een momentje hoor. Even voelen hoe koud het is. Ik denk dat het wel kan. Is de zon weg? Eigenlijk moet ik natuurlijk ieder jaar even in de winter mijn kussens van mijn bank binnenhalen. Maar ja, eigenlijk moet je ook ieder jaar de bank zelf in de was zetten. Maar goed, de zon is net weg. In één keer is het helemaal bewolkt, maar de temperatuur is wel echt prima. En het ruikt zo, ja, het ruikt zo lenteachtig. Het is pas februari dus. En ik zag dat er ook al knopjes in de hortensia komen. Ik ben benieuwd wat ik dit jaar ga doen met de planten op mijn balkon. Was vorig jaar niet zo'n succes. Ik denk dat ze ongeveer 3 weken hebben geleefd. En toen was alles verbrand. Ik wil wel graag iets van planten, maar moeten dan dus dingen zijn die echt bestand zijn tegen de hele dag volle zon. Ik was bijna vergeten hoe leuk het is om hier te zitten en zo te kijken wat er allemaal langs fietst en rijdt. Nu ik hier toch zo lekker buiten zit, in de zon trouwens, hij is weer gaan schijnen, is het wel even een goed moment om de nieuwe leden voor Team Kijk maar even te bedanken en te noemen. En ik was gebleven bij Anne, Sinica, Anna, Roos, Isa, Joy, Sherietta, Kirsten, Matthijs en Tom. Dank jullie wel dat jullie lid zijn geworden. Sommige van jullie hebben ook alweer opgezegd, zie ik. Nou, dat is ook prima, dan blijkbaar wilden die gewoon even voor 1 maandje lid worden. Waarschijnlijk wilden ze gewoon heel even die juicy bonus video met Do kijken of ze wilden even het primeurtje uit de podcast horen. Als je lid wil worden, kan al vanaf 3 euro per maand op kijkmaareven.com en dan steun je mij mee en je krijgt er allerlei leuke dingen voor terug. Het is ongelooflijk. Eerst de tuinman hier met zijn bladblazer. Toen kwamen er 1000 sirenes langs en nu gaan ze hier een glasbak staan legen. Ooit ga ik de politiek in en dan begin ik de Partij voor de Stilte tegen geluidsvervuiling. En het eerste wat ik ga doen, het recht op stilte in de grondwet krijgen.
vanmorgen ontbeten met goulash soep. Ik kan het woord niet uitspreken. Goulash soep. Dat ik namelijk gisteravond gemaakt voor het diner. Kwam ik vanmorgen de keuken binnen om ontbijt te maken. En toen rook ik die soep. Daar had ik gelijk weer zin in. Dus ja, toen heb ik ermee ontbeten. Wie houdt me tegen? Dus ga ik nu lunchen met... yoghurt. En fruit. Zie je nog wel goed? 14-2. Dat is wel een paar dagen geleden. Dat is een beetje brokkelig. Kan toch nog wel? Ja, ziet er niet zo heel lekker uit. Ja, nee. Vind het niet zo lekker. Beetje gek nasmaakje. Heel zoet. Hoort dat? Even kijken of Kai het lust. Is dit nog goed, Kai? Oh. Ik wist eigenlijk überhaupt niet dat hij van plantaardige yoghurt hield. Maar blijkbaar wel. En dit is 21-2. En die is ook al open. Oh, dat ziet er beter uit. Banaan. Ik feun dus iedere dag mijn haar. Om het droog te maken, maar ook om er een soort van volume in te krijgen. Soms lukt het. Maar laatst heeft Jelle mijn föhn laten vallen. Het was denk ik een soort deuk in het rad gekomen. Want als je hem aandeed, hoor je zo tik 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 tik. Klonk niet echt veilig. En dan was gelukkig gewoon een hele oude föhn die ook volgens mij veel te heet werd. En net niet genoeg power had voor mij. Dus ik wilde eigenlijk zo'n föhn zoals je bij de kapper hebt. Dat je echt een soort tornado in je haar krijgt. Dus ik heb vervolgens echt 8 miljoen recensies gelezen van semi-professionele föhns op internet. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij... deze van Baby Bliss, schijnbaar een heel goed merk voor dit soort dingen, maar het klinkt in mijn oren altijd een beetje als Baby Born. Weet je wel, van die plassende poppen. En dit is de S266B. En hij is echt super fijn. Eigenlijk gaat hij zelfs iets te hard. Oh ja, ik moet wel stopcontact aandoen. Ik moest er even aan wennen dat hij lang niet zo heet wordt als mijn oude föhn, maar schijnbaar is dat wel echt veel beter voor je haar. En hij maakt ook veel minder lawaai dan mijn vorige föhn. Dat is ook wel heel prettig, vooral 's morgens vroeg. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe föhn, uiteraard is het niet goedkoop, maar ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ik ben er heel blij mee. Ik ga nog even mijn video afmonteren voor komende zondag. Als je hem nog niet hebt gezien, hij is erg leuk geworden, vind ik. Het is een soort Q&A over schaamte. Dus ik beantwoord allemaal vragen over waar ik me voor schaam, waar ik me niet voor schaam. Schaam ik me niet dat ik op een Van Moof rijd? Schamen andere mensen zich wel eens voor mij? Maar het leukste onderdeel is eigenlijk dat ik aan mijn kijkers en mijn volgers heb gevraagd waar zij zich voor schamen. En er zitten wat serieuze dingen in, die zijn wel bijzonder om te lezen, maar het vooral heel veel gênante verhalen en blunders en bloopers. Bij een sollicitatie mijn idee uit mijn tas halen en toen vloog een condoom uit het voorvak van de tas zo op tafel. Breekt wel lekker het ijs. Echt wat mensen allemaal niet meemaken is echt heerlijk. Die staat al online, want die komt zondag online. Het is vandaag donderdag en ik had eigenlijk voor dit weekend wat plannen, maar die gaan allemaal niet door. Ik had zondag een draaidag voor een leuke freelance klus, maar die is verplaatst, volgens mij in de maand opgeschoven. Dus ik heb ineens zeeën van tijd. Moet eens even gaan nadenken over wat ik daarmee ga doen. Op zich ook wel lekker dat er niks is, maar ik vind het ook wel fijn om iets leuks te hebben om naar uit te kijken. Iets met vrienden. Zeker omdat ik bijna de hele week gewoon hier thuis binnen heb zitten werken. Zou het ook wel fijn zijn om weer even onder de mensen te zijn. En dan heb ik straks nog een hele leuke prijsvraag. En vanavond ga ik met Hinne naar een musical. Daar zal ik je zo wat meer over vertellen. Ik had een tijdje geleden een hele leuke samenwerking met Time for Joy. Een webshop voor, ja, YouTube is nogal preuts, dus ik noem het even erotische speeltjes. Dat dekt de lading aardig. Toen mocht ik één speeltje weggeven voor vrouwen. Of ik werd laatst gecorrigeerd door iemand. Ik moet eigenlijk zeggen, mensen met een vulva. Maar nu mag ik 3 speeltjes weggeven, waaronder 2 voor mensen met een piemel. En omdat het er 3 zijn, ga ik ze ook op 3 verschillende manieren verloten of weggeven. Deze, de Masturbator Pro, zo ziet hij eruit als hij uit de verpakking is. En wat doet hij? De unieke vacuümwerking creëert een compleet nieuwe vorm van stimulatie. Intenser orgasmes dan ooit tevoren. Ter waarde van €50. En deze kun je winnen als lid van Team Kijk Maar Even. Die ga ik verloten onder de mensen die hem willen van Team Kijk Maar Even. Dus als je deze wil winnen, word even lid. Of als je al lid bent, check even Patreon of Petje af. En deze grote jongen, de Masturbator Pro 2, zo ziet hij eruit als hij uit de verpakking is. Die heb ik zelf ook en ik heb het al eens gezegd, in 1 woord fantastisch. Of in 6 woorden, je weet niet wat je meemaakt. Deze kun je winnen op mijn Instagram, bramdewijs.nl. Dus check even mijn Instagram. Als het goed is staat er nu een story online
waarmee je deze kan winnen. En deze is dus voor mensen met een piemel of voor mensen die iemand kennen met een piemel waar je een cadeau zou kunnen geven. En dan deze roze unit is dus een andere dan ik de vorige keer weggaf. Dit is namelijk de Tarzan Pro. Zo ziet het eruit als hij uit de verpakking is en op de website staat. Met de dubbele werking wordt zowel de G-spot als de clitoris optimaal gestimuleerd. En normaal gesproken kost die €60, maar vandaag kun je hem dus winnen. 3 stappen. Abonneer even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe even een duimpje omhoog voor deze video. En laat een comment achter met iets van ik wil winnen of winnen. Zodat ik kan zoeken op het woord winnen en dan ga ik een willekeurige winnaar kiezen. En 3 prijzen lijkt misschien veel, maar vorige keer hebben er echt honderden mensen meegedaan aan de winactie. Dus als je nou zeker wil zijn van een nieuw speeltje, kun je natuurlijk ook gewoon kopen op de website van Time for Joy. En gebruik dan mijn kortingscode BRAM10 voor 10% korting. Help je mij een beetje en natuurlijk jezelf ook. Dankjewel Time for Joy voor de leuke samenwerking. Het is inmiddels 4:15. Kai is gewoon lekker in bed gaan liggen, maar ik ga hem even omkleden, want ik ga zo samen met Hinne naar Aladdin the Musical in Scheveningen, in het AVAS Theater heet dat, AVAS. Nou ja, Hinne zou eigenlijk samen met zijn vriendin gaan, maar die belde gisteravond of ik misschien mee zou willen. Eerlijk gezegd moest ik daar wel even over nadenken, want ik ben niet bepaald de grootste musical fan. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er op tegen heb, maar ik hou op zich van de magie van het theater. Ik hou natuurlijk van muziek en van live muziek, maar waar ik niet zo goed tegen kan, denk ik, is de manier waarop musicalzangers zingen. Terwijl ik hou best wel van musical-achtige liedjes, van lekker veel dramatiek en lekker veel toonsoortwisselingen. En dat is het probleem niet. Het zit me denk ik echt meer in de, ja, de articulatie en de vibrato en de, ja, de enorme, het grote gebaar. Waar ik niet zo goed tegen kan. Ik heb ook echt al van alles en nog wat geprobeerd. Ik ben vaak bij musicals geweest van vrienden die dan ergens in speelden. En ook bijvoorbeeld bij musicals geweest waarvan mensen dan zeiden, ja, maar dit is echt een musical. Speciaal voor mensen die niet zo van musicals houden. Zoals die ene, die Amerikaanse musical van de makers van South Park, Book of Mormon. Daarvan zei iedereen van, nee, maar daar kun je rustig naartoe. Dat is zo grappig. Het is echt niet een typische musical. En ik zat daar. Ik dacht, ja, het is wel grappig, maar het is wel precies een musical. Dit knoopje dicht of open? Maar het lijkt me wel heel gezellig om met Hinne daarheen te gaan. En wat ook wel leuk is aan deze musical Aladdin, dat er 2 jongens in spelen die ik ken. Het zijn namelijk 2 dansers en ze hebben heel mooi gedanst in die videoclip van Only 7 Left. En ze zitten allebei in het ensemble van Aladdin. Dat betekent dat ze volgens mij allerlei verschillende bijrollen spelen. Misschien komt er wel een moment in mijn leven dat ik in één keer denk, yes! Musicals, daar hou ik van. Hou jij van musicals en wat vind je er dan zo mooi en leuk aan? Of hou jij net als ik niet zo van musicals? En wat is dan het probleem wat jij ermee hebt? Laat vooral weten in de comments. En wat is nou een musical? Wat is nou? Ik heb bijvoorbeeld vroeger wel heel veel naar de LP van West Side Story geluisterd. En dat vond ik dan echt fantastisch. Ja, dat is een musical film, maar dat is toch wel weer anders misschien. We gaan het zien. We gaan eerst lekker chic eten bij de McDrive. En ik ga denk ik voor het eerst de McPlant eten. Want ja, ik heb gisteren weer iets gezien over koeien en kalfjes bij de keuringsdienst van Waarde. En ik dacht echt weer van, oh ja, ik moet echt. Ik was al gestopt met zuivel drinken. Ik eet wel kaas natuurlijk, maar ik moet ook eigenlijk stoppen met vlees eten. Want wat is het toch? Ah, het was echt verschrikkelijk. Ik weet dat natuurlijk eigenlijk wel, maar soms moet ik er eventjes aan herinnerd worden. En het niet werkt zo goed als beelden van zielige dieren. Want het krijgt dan echt zo'n plekje in mijn hoofd waardoor ook niks meer smaakt. Jasje aan. Wel een beetje warm misschien in het theater. Jasje. Maar ja, ik heb geen trui dan ofzo. Of is het iets te shiny voor het theater? Lijkt net alsof ik ga optreden. Is het wat? Knoop het toch maar op. Kan wel toch? Even mijn haar doen. Ik denk altijd, als je naar het theater gaat, moet je wel een beetje leuk aankleden. Maar dan blijkt in het theater vaak dat de rest van Nederland daar iets anders over denkt. En zit iedereen gewoon lekker in zijn joggingbroek en zijn capuchon trui in de zaal. Ben jij een grote musical lover? Ja, maar dat blijkt niet uit mijn acties. Oh. Ik ga niet zo vaak, maar ik vind dit wel echt heel leuk. Ik ben dus niet zo'n heel grote musical lover. Waarom niet? Het zit dan denk ik in de manier waarop mensen zingen in musicals. Ja, ik vind dat juist heel leuk. Oh ja? Ja, ik vind gewoon, we gaan nu ook naar een Disney musical. Ja. Van die Disney muziek heeft altijd zo iets musicals. Ja. En ik hou, ik weet niet, ik vind dat wel mooi, van die verhalen. Ik verwacht vliegende tapijten op een of andere manier. En hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen, ja, dat vind ik gewoon mooi.
Mag ik het Mac Plant menu? Medium of gewoon? Medium, alsjeblieft. Frietsaus? Met frietsaus graag. En met een cola graag. We gaan de Mac Plant burger voor het eerst eten. Ja. Hij ruikt echt naar een Big Mac. Lijkt ook echt op een Big Mac, toch? Ziet er wel hetzelfde uit, ja. Ja, het smaakt ook echt identiek. Ja, naar weinig, maar... Ja. De saus. Ja. Mooi, lekker. Nou, nog prima. Score. We zijn in Den Haag. Wat een tocht was dat. Maar het was ook heel druk op de weg. En nu gaan we van de parkeergarage naar het theater lopen. Vond je het? Ik vond het heel leuk. Echt? Schattig? Ja. Punt. Hoe deze dat tapijt nou? Dat weet ik echt niet. We dachten dus met kabels, ja. Omdat het donker was. Ja, moet bijna wel toch? Maar daarna was het licht en toen heb ik echt goed gekeken. Ja, niks te zien. Nee. Maar dat was wel echt een heel mooi moment. Dat vliegende tapijt met de sterrenhemel. Ik dacht dat ze door de zaal gingen vliegen. Oh, het was zeer indrukwekkend allemaal. Echt een super hoog niveau wordt er gedanst en gezongen. Echt knap. En het was wel heel musicalig. Ik vind het juist heel mooi dat het zo'n verhaaltje is. En een soort van vloeiend gaat het over in een liedje. Ja, ik vind dat wel echt nice. Ja, ik kan er dus iets goed tegen. Maar ik snap wel dat het op zich heel mooi is. Nou, wat ik minder vond, al die scènes waar een soort van gevochten werd. Ja. Dat was allemaal extreem nep. Ja. Ja, zo de zwaarden tegen elkaar aan tingelen. Ja, daar kan ik dan niet zo goed tegen. Oh ja. Vecht dan echt. Zo makkelijk als het is om te begrijpen waarom een mens op katten valt, zo moeilijk is het te doorgronden wat in godsnaam een kat in een mens ziet. Waarom zoekt het prinsesje van de schepping het gezelschap van zo'n schonkige proleet die op zijn blinde voeten alles plat trapt, met zijn weken vel als een woestijn van blootheid, hemeltergend luidruchtig, heulend met de honden? Wat een aanrader is dit boek toch, Poes van Midas Dekkers. Volgens mij heb ik er al eens over verteld. Het zijn allemaal columns in, korte stukjes, korte verhalen, met allemaal een link met katten. Ze gaan niet echt per se over een kat altijd, maar het is meer een soort de wereld en de mensheid en de biologie, maar het is altijd een link met een kat. Echt heerlijk om te lezen en het is zo grappig geschreven. Het komt al uit 2001, maar het wordt nog gewoon verkocht, dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Het was een leuke avond, ik heb echt erg genoten van de musical. Het was wel heel vet om te zien en wat leuk was dat de jongen die ik ken die meespeelde, die had in principe een kleine rol in het ensemble. Dat betekent dus dat je altijd met een groep op het podium bent en dat je meestal geen tekst hebt. Maar in de praktijk betekende dat hij gewoon eigenlijk de hele avond op het podium stond in wel 10 verschillende outfits en verschillende rollen. En dat was echt heel erg leuk om te zien. We hadden hele mooie plekken waardoor we een beetje zo op het podium keken. En dat vonden Hin en ik allebei heel leuk. Want dan krijg je ook een klein beetje een kijkje achter de schermen. Maar we hebben niet kunnen ontdekken hoe ze dat vliegende tapijt nou lieten vliegen. Ik heb het nog gevraagd aan de jongen. Maar ja, die mag er niks over zeggen. Magie, zegt hij. Mocht je het weten, stuur me even een DM. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet mee te doen aan de winactie voor de erotische speeltjes. En dan hoop ik jou weer te zien bij de volgende. Kijk maar even. Doei! Oh, die is nog aan. Ik heb vanmorgen ontbeten met goulash soep. Ik heb vanmorgen ontbeten met goulash soep. Kan je heeft even aandacht nodig. Hey. Ja, even aandacht. Wil je even wat aandacht? Auw, waarom ben je geen schouderpoes? Sommige katten zitten lekker op schouders. Dat is toch leuk? Ah!